In deze instructievideo maakt u kennis met een aantal basisbegrippen van het editen. Voordat we met editen kunnen beginnen, moeten we het project voorbereiden. Het eerste wat we hierbij doen, is het instellen van de parameters van het project. Dat kunnen we doen in het controlepaneel. Hiermee maken we de instellingen standaard voor alle projecten die we met Pinnacle Studio gaan maken. We klikken op instellingen, gevolgd door de optie controlepaneel. In het venster klikken we op projectinstellingen. Onder de optie Video Standaard zijn vele formaten beschikbaar. We kiezen bijvoorbeeld HD 1920x1080 en 24p. Dit is het formaat waarin de video straks wordt geëxporteerd. Ten slotte klik ik op OK. We kunnen echter ook voor dit project de parameters instellen met behulp van de knop Tijdinstellingen bovenin de gereedschapbalk. In dit venster kunnen een aantal parameters worden ingesteld, maar het gaat nu alleen om de grootte en de framesnelheid. Het aantal mogelijkheden voor de grootte zijn in dit venster iets meer beperkt. U stelt de gewenste parameters in voor dit project en klikt op Toepassen. Nu gaan we de interface van Pinnacle Studio eens nader bekijken. Deze bestaat uit drie gedeelten. Het eerste venster is de bibliotheek. Hierin kunt u alle media en effecten selecteren die u voor uw project nodig hebt. Hier bevindt zich ook een knop waarmee u kunt overschakelen naar het editorvenster. De bibliotheek is een belangrijk hulpmiddel voor het catalogiseren en beheren van alle bronbestanden die u tijdens het editen kunt gebruiken. Het volgende venster is het voorbeeldvenster, waarin de montage van de tijdlijn kan worden afgespeeld. En de laatste is de tijdlijn, waarin de montage van uw video plaatsvindt. Samen met de bibliotheek, de editor, de tijdlijn van het project en het voorbeeldvenster biedt het venster bewerken verder nog een groot aantal gereedschappen en deelvensters voor het maken en bewerken van titels, het toevoegen van effecten en meer bewerkingsdoeleinden. Links van de bibliotheek ziet u een aantal pictogrammen waarmee u de mediabestanden zoals video en audio kunt selecteren, maar ook effecten, overgangen, titels, projecten en schijfmenu's. Bovenaan de bibliotheek bevinden zich een aantal tabbladen. Deze tabbladen zijn beschikbaar omdat ik een aantal mediabestanden heb geselecteerd in verschillende mappen van de bibliotheekmedia met assets die ik wil gebruiken in de montage. Als ik een nieuwe tab aanklik, zal automatisch een projecttabblad worden geopend. In dat tabblad kan ik vervolgens alle assets plaatsen die ik wil gebruiken. Klik ik echter op een van de pictogrammen aan de linkerkant, bijvoorbeeld effecten, en dan artistiek, dan worden die assets in mijn tabblad geopend. Als u het prettiger vindt dat u de bibliotheek aan de rechterkant van het scherm wil hebben, klikt u op de wisselknop. Met dezelfde knop verwisselt u de beide vensters weer. Met de ontgrendelknop kunt u de vensters losmaken en ergens anders op het scherm plaatsen en daar weer vastzetten. Dit is vooral handig als u met meerdere monitoren werkt. Verder bevindt zich nog een dual modus knop bovenin dit venster waarmee u het editorvenster kunt openen. Standaard beschikt het voorbeeldvenster over een bronweergave of een tijdlijnweergave. Selecteert u het tabblad Bron, dan wordt de clip weergegeven die u in de bibliotheek hebt geselecteerd. Klik ik echter op de tijdlijntab, dan wordt de clip op de tijdlijn ter hoogte van de tijdlijnindicator weergegeven. De dual modus knop rechtsboven het voorbeeldvenster splitst het in twee vensters. Eén voor de bron en een tweede voor de tijdlijn. De manier waarop de vensters worden gebruikt, worden verderop behandeld. De afspeelknoppen van het voorbeeldvenster vertonen veel gelijkenis met die van een DVD-speler. De meeste knoppen zullen dan ook voor zich spreken,
zoals bijvoorbeeld de afspeelknop. Afspelen kan ook door de spatiebalk in te drukken. Daarnaast zijn er een paar knoppen die ik verder zal toelichten. De eerste is de loopknop, waarmee de af te spelen clip continu wordt weergegeven. De volgende knop is een jog shuttle wheel, waarmee we versneld vooruit en achteruit kunnen spoelen. Met de volgende knop verplaatst u de tijdlijnindicator helemaal naar het begin van de tijdlijn. De knop rechts verplaatst de tijdlijnindicator naar het einde van de laatste clip in de montage. Deze knop verplaatst de tijdlijnindicator naar het begin van de vorige clip. En dezelfde knop aan de rechterzijde van de afspeelknop verplaatst de tijdlijnindicator naar het einde van de volgende clip. Om de tijdlijnindicator één frame terug te plaatsen, klik ik op deze knop. En voor het vooruitplaatsen van een frame klik ik op deze knop. Alle handelingen die hier zijn behandeld, zijn ook met behulp van toetscombinaties uit te voeren. Nog even iets over de tijdlijn. Deze kan worden uitgerekt of ingekort. Daarvoor klik ik onderaan de tijdlijn en het aanwijspijltje verandert nu in een klokje met pijltjes. Als ik die van links naar rechts en omgekeerd beweeg met ingedrukte linkermuisknop, zal de tijdlijn worden uitgerekt of worden verkort. U kunt de tijdlijn ook uitrekken of verkleinen met de plus- of de min-toets. Hetzelfde effect wordt bereikt door de schuifbalk onder de tijdlijn te vergroten of te verkleinen. Voordat we nu gaan editen, zijn nog een paar knoppen van belang. De eerste is de knop Clip splitsen. Daarbij wordt een clip op de tijdlijn gesneden op de positie van de tijdlijnindicator. Als we op het vuilnisbakpictogram klikken, zal de geselecteerde clip op de tijdlijn worden verwijderd. Als de knop Magnetisch klappen is geselecteerd, dan zullen de clips die aan de tijdlijn worden toegevoegd, als het ware op de voorgaande clip worden aangetrokken, zodra die clip in de buurt van die clip komt. Hiermee wordt de toegevoegde clip naadloos aangesloten en wordt de vrijwel onzichtbare ruimte tussen de twee clips voorkomen. Helemaal rechts van de tijdlijn kunt u de bewerkingsmodus van de tijdlijn instellen. De bovenste optie is de slimme bewerkingsmodus, die speciaal is ontworpen om de synchronisatie tussen de tijdlijnsporen zo goed mogelijk te behouden. De invoegmodus is non-destructief. Met andere woorden, de andere clips op het spoor worden verplaatst voordat de nieuwe clip wordt ingevoegd. Gaten die ontstaan door het verwijderen van het materiaal worden hierbij automatisch gedicht. De modus overschrijven is direct van invloed op de clips die u selecteert. Bij het veranderen van de lengte of de positie van een clip in de modus overschrijven, worden de aangrenzende clips overschreven. Bij verwijdering van een clip zal een gat ontstaan. De vervangmodus doet wat het zegt. Het vervangt de clip op de tijdlijn door de nieuwe mediaclip die wordt toegevoegd. De toe te voegen clip vervangt alleen dat tijdsdeel van de clip op de tijdlijn. Indien een kortere clip wordt vervangen, dan wordt de toe te voegen clip ingekort. Nu gaan we een aantal mediabestanden openen in de bibliotheek. Ik klik daarvoor op de knop Snel importeren. Dat is de map met het pijltje. Daarna open ik een map op mijn computer. In die map selecteer ik een aantal mediabestanden die ik wil gebruiken. Deze mediabestanden worden nu aan de bibliotheek toegevoegd. De eenvoudigste manier om mediabestanden in de tijdlijn te plaatsen is om een bestand te selecteren en met ingedrukte linkermuisknop vanuit de bibliotheek naar de tijdlijn te slepen. Wilt u meerdere clips in één keer naar de tijdlijn plaatsen, dan selecteert u een groep mediabestanden en sleept ze met ingedrukte muisknop naar de tijdlijn. De clips worden vervolgens achter elkaar op het spoor in de tijdlijn geplaatst. Vanaf nu kunnen de clips worden getrimd en worden voorzien van effecten, overgangen en andere aanpassingen. Een andere manier om een clip toe te voegen is met twee voorbeeldvensters. Daarvoor
klik ik eerst op de knop dubbelmodus, rechtsboven het voorbeeldvenster. Ik kan ook de toetscombinatie Ctrl plus D indrukken. In het bronvenster kunnen we nu eerst de clip trimmen voordat we deze naar de tijdlijn sturen. Daarvoor gebruiken we de markeringen. Plaats de eerste markering op de positie waar de clip moet starten. De volgende markering plaats u op de positie waar de clip moet worden afgesneden. Alleen het gedeelte tussen de markeringen is nu geselecteerd. Door op de knop V te klikken wordt alleen de actieve videostream geselecteerd. En als ik op de A klik, zal alleen de audiostream actief zijn. Wanneer ik nu op de pijl Stuur clip naar de tijdlijn klik, wordt de selectie toegevoegd op de tijdlijn vanaf de positie van de tijdlijnindicator. Als de clip niet van tevoren is getrimd, dan kan dat uiteraard naar de hand op de tijdlijn worden gedaan. Als ik een clip wil inkorten, dan plaats ik de cursor op het einde of aan het begin van de clip. De cursor verandert dan in een horizontale pijl. Sleep nu met ingedrukte muisknop de clip naar links als vanaf het einde moet worden ingekort, of naar rechts als het begin moet worden ingekort. Wanneer ik nu met de rechter muisknop op een geselecteerde clip klik, verschijnt een pop-up venster met een groot aantal opties die toepasbaar zijn op de clip. Hierover later meer. Tot zover de introductie basiskennis over het venster bewerken.